Yo, mijn naam is Steven en vandaag gaan we mensen interviewen in Vught. Let's go. Hoeveel provincies heeft Nederland? Zes. Spijt me, dat was dom. Dat was heel dom. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Leonardo DiCaprio, maar hij is wel een beetje te oud. Wil je iets tegen hem zeggen? Hello Leonardo, I want to update with you. Heeft iemand van jullie een vriend of vriendin? Nee. Nee, en een ex? Ja. Ja, vertel, hoe heet hij? Levi. Levi, shout out naar jou Levi. Hoe is het uitgegaan? Hij is vreemd gegaan. Godverdomme, wil je iets tegen hem zeggen? Hoe fix je een meisje? Snap vragen. En dan ga je praten op Snap? Gewoon naar de film. Gewoon naar de game stage, oké dan? Ja. Dan gewoon een beetje gamen. Ja. En dat komt vanzelf. Ja. Ga gamen samen. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Marijn. Zeg wel goeie kont. Je wilt een oproepje doen aan Marijn? Ik heb beschuitjes thuis. En jij? Met Marijn, man. En wat wil je tegen haar zeggen? Kou voor jou. Sluit in mijn DM's. Waarom hebben jullie gekke hesjes aan? We moeten afval oprapen voor een vak van ons. Jullie moeten voor school gaan opruimen. Welk vak is dat? Burgerschapsvervolging. Fantastisch, niet normaal. Heb jij een vriendje? Ja. Ja, hoe heet hij? Giorgino. Giorgino? Shout out naar jou. Wie heeft die gevraagd? Ja, hij heeft mij gevraagd. Hoe heeft hij dat gedaan? Bij mij thuis. En op welke manier? We waren samen aan het chillen en toen vroeg je het gewoon. Oh, schattig. En heb je een ex? Ik heb wel een ex, hè. Hoe heet hij? Felix. Hoe is het uitgegaan? Nou, hij deed niet zo aardig. Godverdomme. Wil je iets tegen hem zeggen? Nee. Wie is het meest HC van de school? En wie is de grootste player dan? Dat ben jij. Waarom is hij dat? Hij is een kakker en hij heeft heel veel exen. Te veel. Hij heeft elke week een nieuwe. Dat moet je niet willen. Ik hoorde van mensen dat jij HC bent. Dat kunnen ze best vinden. Hebben jullie een vriendje? Nee. Een ex? Ja. Hoe heet hij? Dat is Trent, die viezerik. Heb jij een vriend of vriendin? Nee. Heb je een ex? Nee. Heeft ze niemand? Ik heb nul exen. Heb je ook geen oogje op iemand? Nee. Ja, Floor? Nee. Wie is Floor? Doe dit nou maar niet. Met welk bekend persoon zouden jullie ooit op date willen? Michael Jordan. Ja, Michael Jordan. Wil je tegen hem zeggen? Michael Jordan, ik ben je tweeling, dus kom maar hier. Athena. Wil je tegen Athena zeggen? Athena, voeg me snap maar. Team Athena. Vraag of zij fix heeft. Ja, heb je fix? Nee. Felix. Ja. Is Felix hier? Nee, hij is bij de tennisclub. Bij de tennisclub. Hey, wat is iets wat je ouders niet van je mogen weten? Ik doe soms roken. Hoe oud ben je? 13. Godverdomme. Vreselijk type. Roken? Slecht. Ja, ik weet het. Heb jij een vriend of vriendin? Ja. Ja, hoe heet hij? Zack. Zack? Zick Zack. Shout out. Oh, Zack. Godverdomme. Wil je iets tegen hem zeggen? Hou van jou. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Michael B. Jordan. Wil je iets tegen hem zeggen? Michael B. Jordan. If you want to go on a date with her, go on a date. She like you. Hoe fix je een jongen? Ja, jij moet dat weten. Ja, gewoon je hebt aan chance. Ja. Heb je een ex? Nee. Ja. Nee, het was niks geworden. Het was niks geworden, maar je was wel bezig met iemand. Ja. En hoe heette ze? Ze heet Roos. Roos. Wil je shout-out naar Roos? Roos, shout-out naar jou, maat. Misschien kunnen we weer iets proberen te fixen. Nee. Nee. Nee, dat wordt hem niet. Hij wordt hem niet. Dat is kansloos. Hey Pieter, kom eens hier. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Hoe heet ze nou ook alweer? Jansen ding. Jansen? Ja, zo. Chantal Jansen. Ja. Wil je eens tegen haar zeggen? Nee. Hey, hoeveel provincies heeft Nederland? Hoe moet ik dat weten? 12. Ja, 12. Oké, top. Wat is nou echt een afknapper? Als die geen moeite doet. Nou, ik voel me aangesproken nu. Vreemdgaan. Vreemdgaan, ja, nee, dat is zeker een afknapper. Maar gewoon als je nog niet met iemand iets hebt. Heel veel meidenvriendinnen. Of heel veel meisjes op snappen. Maar mag het meisje dan wel heel veel jongensvriendinnen hebben? Vriendinnen, wat vrienden? Ja, mag. Zo. Het is anders. Een paar mensen. Maar de jongen mag ook een paar meisjes vrienden. Maar niet meer dan vrienden. Gewoon. Nee, gewoon normale vrienden. Ja. Niet te klef. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Ik zou wel met Marijn Kuipers. Met Marijn? Wil je iets tegen Marijn zeggen? Wil je een keer beschuitje eten? Mia Khalifa. Wil je iets tegen haar zeggen? Can you eat a biscuit with me? Can you eat a biscuit with me? A Mia Khalifa. Heeft een van jullie een vriendje? Nee. Nee, en een ex. Ja, hoe heet hij dan? Xavier. Shoutout naar Xavier. Hey, en jullie hebben ook een ex? Ja. Hoe heet hij? Hij heet Bart. Bart, shoutout naar Bart. Wil je iets zeggen tegen Bart? Ik haat je. Zo, oké. Okay. Hey, met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Oeh, Theo James. Wie? Gewoon, ik ben wel knap, ja. Wil je iets tegen hem zeggen of een oproepje doen? Ga maar mij op date. Wil jij een levensadvies meegeven aan de kijkers thuis? Hij heeft echt een groot voordeel. Hey, hoeveel provincies heeft Nederland? 12. Waarom zeggen jullie het voor? Wie is de grootste sim van de school? Of de grootste player van de school? Wie, Livius? Wie is Livius? Dat is een kakker. Wil je tegen hem zeggen? Ik haat je. Zo. Wie is de grootste sim van de school? Livius. Kom Livius! Livius, ik heb gehoord van betrouwbare bronnen dat jij de grootste sim van de school bent. Ja, dat geen mening. Wie vind jij de grootste sim van de school? Felix.
Oeh, wil je iets tegen Felix zeggen? Ja. Kaatjo. Wie is de grootste player van de school? Felix. Ook Felix. Felix. Ja. Waarom? Speelt hockey. Ja, boeien. Grappig, ik speel ook hockey. Ja, maar jongens die hockey spelen zijn een beetje matig. Dank je. Oké. Okay. Hoe fix je een meisje? Gewoon ris hebben. Wat is dat? Dat je gewoon goede openingszinnen hebt. Wie heeft een goede openingszin? Wil je Geurt, hoe oud ben je? 12. Mooie schoenen. Jij bent ook 12. 13. Wat is nou echt een afknapper? Van die veel te strakke broekjes. Van die korte rokjes met veel te strak, dan nee. Hoe fix je nou een jongen? Jij moet het weten. Ja, hoe zit nou ik? Je naast hem zitten en dan moet je... Hoeveel schouders heb ik? Dan moet je 1, 2, 3, 4. Geen zo. Oké. Okay. En met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Leonardo DiCaprio. Wil je iets tegen hem zeggen? Ik vind je lekker. Hoe fix je een jongen? Gewoon de eerste move maken. Hoe doe je dat? Ja, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Zo armen omheen zo. Oh, nee. En dan is het gewoon... Je moet een jongen doen. Je moet een jongen doen. Ja. Jij moet gewoon naast hem gaan liggen. Kunnen we even normaal doen? Meteen naast elkaar gaan liggen. Wait, yo. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Lisara, man. Ja? Met Lies? Wil je iets tegen Lies zeggen? Hit me up. Hoe oud is ze eigenlijk? 19 volgens mij. Oh. Hoe fix je een meisje? Ja, gewoon een snap vragen of zo, man. Dan? En dan ga je praten of snap? Ah, gewoon naar de film. Nee, gewoon naar de game stage, oké dan? Ja, ja, ja. Dan gewoon een beetje gamen. Gamen. Ja. En dat komt vanzelf. Ja. Ja. Ja, precies. Heb je een ex? Ja. Hoe heet die? Matthijs. Wil je iets tegen hem zeggen? Hoi. Ja. Hoe fix je een jongen? Of gewoon leuk praten, of gewoon in de ogen kijken, of... Ja, fantastisch. Of ja, maar... Oh ja, natuurlijk. Nee, gewoon iemand die je niet kent. Met welk bekend persoon zou jij ooit op date willen? Justin Bieber. Ja, Justin. Wil je iets tegen hem zeggen? Bieber, believer. Nee, ik weet het niet. Hebben jullie een vriendin? Nee. Nee. En een ex? Ja. Ja. Hoe heten ze? Madelief. En? Emily. En Emily. Madelief en Emily. Shout-out aan jullie. Of niet shout-out? Doe maar niet. Waarom niet? Hoe is het uitgegaan? We hebben een jaar niet meer met elkaar gepraat. Oh. Top. Hoe fix je een jongen? Gewoon praten met hem. Gewoon praten. Ja. En dan gaat het vanzelf. Ja. En hoe praat je dan? Gewoon hoi. Wat gebeurt hier nou? Heb je een ex? Ja. Hoe heet die? Tijn. Shout-out naar Tijn. Wil je iets zeggen tegen Tijn? Nee. Nee, helemaal niks. Nee, echt. Nee. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Maakt me niet heel veel uit eigenlijk. Anton of zo. Ja, dat is... Ja? Wil je iets zeggen tegen Anton? Je bent echt heel knap. Noah. Wie is Noah? Ik had fix met haar vroeger. We hebben liggen knuffelen in de bus. Oh, wat schattig. Wil je iets zeggen tegen Noah? We zijn ontgroend. Wat zei je? We zijn ontgroend. Nee. Noah dus. Ja. Al, leuke meid. Was. Doe niet meer. Was wel gezellig. Ze heeft het afgekapt. Verdomme. We hadden fix en toen weer opnieuw en nu allebei. Nu is het niet meer. Nu niks meer. Wil je iets tegen haar zeggen? Het is wel jammer als je niet bent, hè? Ah. Jij een ex. Ja. Hoe heet die? Finn. Shout out naar Finn. Met welk bekend persoon zou je ooit op date willen? Antoon. Wil je iets tegen Antoon zeggen? Hoi Antoon. Hoi. Je kwam dichterbij en je zei. Heb je levensadvies voor de kijkers thuis? Niet roken en vapen. Niet te snel verliefd worden. We staan op school. Ja. Drie gehaald voor Latijn. Latijn? Ik zit op gymnasium. Latijn is echt een kutvak. En dan, ja, dat is... Ja, nee, ja, ja. Omdat ik ook geen zin heb om tweede jaar in, hoe heet dat? HAVO-V, om tweede jaar in HAVO... Hey, goed verhaal, man. Lekker bezig. En dit is je allemaal werkelijk overkomen? Oké, dat was het weer. Doe een duimpje ook. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En tot volgende week. Later!